Hoi en superleuk dat je kijkt naar het Jeugdjournaal. We gaan het vandaag hebben over judo losser onder dak. Het is lente, maar ook in de moestuin. Steeds meer ooievaars in Losser. Judo losser onder dak. Vanaf zaterdag 27 maart gaan de Losserse judoka's onder de 27 jaar weer de mat op. In samenwerking met judoclub Hantai kan er getraind worden in een overdekte tent in Oldenzaal. Daarmee gaat een grote wens voor veel leden in vervulling. Het judopak kan eindelijk weer aan en er worden weer technieken getraind en gevechtjes geleverd. De senioren boven de 27 jaar mogen nog niet de mat op. En voor hun is er op donderdagavond bij droog weer een circuittraining op het Stichting Manterrein. Bij regen wordt de training online via Teams opgepakt. Het is lente, maar ook in de moestuin. Verschillende moestuinliefhebbers zijn alweer druk in de weer op hun tuin. De een ruimt het tuinafval op en de ander spit zijn tuin om en kruidt het mest om de grond voedselrijk te maken. Men heeft weer zin om heerlijk buiten aan de slag te gaan met verbouwen van verse groenten zonder enige bestrijdingsmiddelen, maar ook om andere huurders te ontmoeten. Op zaterdag 20 maart was de jaarlijkse werkochtend. Het was een prachtige zonnige ochtend met een grote opkomst van leden, met vooral ook nieuwe leden. Het werk op de moestuincomplex werd onderling verdeeld. Na snoeiwerk van de buitenranden werden hekwerken op de tuin vervangen en de pompen weer aangesloten voor het nieuwe tuinseizoen. Op dit moment zijn alle tuinen van de volkstuinvereniging De Wilgenkamp verhuurd en is er een wachtlijst. Steeds meer ooievaars in Losser. Sander, lid van vogelwerkgroep Losser, zegt dat het momenteel gekkenwerk is met de nestelende ooievaars in de gemeente Losser. Ooit, 25 jaar geleden, het eerste paardje Dirk en Hanny. Nu duiken er steeds meer parende ooievaars op. Sander zegt dat het om het ooievaarsnest van Dirk en Hanny ging controleren op de fiets. Hij met 5 minuten thuis was. Nu ben ik na controle van alle Losserse ooievaarsnesten 51 kilometer kwijt. Wel een leuke ontwikkeling. Populaire plekken in de gemeente Losser vind je vooral in de buurt van de Guldenhouseweg. Er is een paar bezig bij boerderij Brilman tegenover het Openlichttheater om een nest te maken in de Oude Eik. Verderop, richting Anink, is het ook raak. Achter Anink broedt er een stelletje al enkele jaren op het dak van een woonhuis. Op een van de gebouwen op Erf Krasenberg is een paardje ook bezig met een nest op te bouwen. Super bedankt voor het kijken naar het Jeugdjournaal. Wil jij nou graag iets zien in Jeugdtalk? Mail dan naar nieuws@echtev-losse.nl of DM mij via Instagram amani.eari.